kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag 13 juli en over 2 dagen ben ik jarig. Daar heb ik echt super veel zin in. Er komen ook echt gewoon alleen maar leuke dagen nu allemaal aan. Morgenmiddag ga ik eerst oppassen, maar dat vind ik ook gewoon leuk. Daarna met mijn hockeyteam heb ik een uitje. Gaan we uit eten, dat is ook super leuk. De dag daarna ben ik dus jarig. En dan zaterdag komen mijn opa en oma. Zondag op maandag ga ik mijn feest geven. En dan gaan we allemaal in de tuin slapen en zo met tenten. Dus dat is echt heel leuk. En heel leuk nieuws, ik heb net een nieuwe camera besteld. Voor mijn verjaardag krijg ik die. Ik moet zelf wel meebetalen, maar die heb ik net besteld. En dat is de Canon G7X Mark II. Heel lange naam, maar. En die heeft gewoon echt veel betere kwaliteit. En zoals jullie weten is mijn schermpje ook gewoon kapot met omhoog klappen. Dus dan kan ik mezelf weer zien. Wij zijn even in de solo nu. Ja. En kijk even hoeveel ik al in mijn mandje heb gedaan. Oh, mij ook. Ik heb dus dat lint gevonden wat ik wou. Veel te veel slingers en ballonnen, maar dat maakt niet uit. Ik heb hem dus meegekregen naar de stad. Wij zijn op zoek naar een speelgoedwinkel voor hem. Maar die zijn volgens mij gewoon allemaal weg hier. Ik ben hier echt nog nooit geweest, maar het ziet er wel leuk uit. Het ziet er heel anders uit dan de Intertoys ofzo. We zijn nu even aan het eten bij de Hema. Maar volgens mij is er echt bijna niemand meer. En ik ben even mijn bordje vergeten, maar maakt niet uit. Vraag me niet hoe, maar we zijn verdwaald in onze eigen stad. En niet dat we letterlijk in de stad, midden in het centrum wonen. Maar we zijn aan de hele verkeerde kant eruit gegaan. Nu zijn we hier echt bij het Airborneplein. We zijn eindelijk thuis. Nou, nog even daar de straat doorlopen. Maar die bus, hè, dat was ook nog een nieuw gedoe. Hadden we er eindelijk eentje. Zei die man uiteindelijk bij de eerste halte waar die ging stoppen. Oh ja, sorry, je moet er toch uit, want je moet die bus nemen. Die gaat daarheen. Hoi allemaal, het is de volgende dag, 14 juli en het is nu ongeveer 11 uur, iets over 11. Ik heb vandaag niet echt uitgeslapen, want ik moet vanmiddag oppassen. Dan ga ik de kinderen ophalen van school. Trouwens, het is maar één iemand, want de andere twee zijn naar een feestje. Dus het zijn mijn buren, dus ze ook gewoon heel dichtbij. Er is net een heel leuk pakketje binnengekomen. Ik heb het gewoon zelf besteld. Oh, trouwens, er zijn twee hele leuke pakketjes binnen, gewoon bijna vergeten. Maar mijn camera is ook binnengekomen. Alleen ik mag hem niet openmaken. Dus ik kan hem helaas nu niet met jullie unboxen. Kijk, dit is een hele leuke klem. En dit is precies de grootte die ik heel fijn vond. Want dan blijft het ook gewoon wat beter zitten. Oké, hier zien jullie even de achterkant. Hier is dus die klem. En deze is dus echt wat langer. Nee. Nee, niet doen? Nee, kijk. Ik ben er terug van het oppassen. En ik heb mijn haar net eventjes gesteld. En eventjes een leukere outfit aangetrokken. Want we gaan zo meteen dus uit eten met mijn hockeyteam. Jongens, ik ben weer thuis. Het is echt heel leuk. Ik ben over 3 uurtjes jarig. Ik zie trouwens mijn camera is nat geworden. Want het regende heel hard. Ik ga straks even met mijn vriendinnen bellen, denk ik. Als het bijna 12 uur is. Het is nog maar een kwartiertje en dan ben ik jarig. Kijk, het is nu 11:45. Het is... Het is alweer 11:09. Maar ik heb net gebeld met vriendinnen. Nou, ik ben nu officieel 16. Het voelt heel raar, want het is natuurlijk nu niet echt feest. Want het is een beetje stil of zo. Morgen is het natuurlijk echt feest. En vooral zondag komt echt mijn feest met heel veel vriendinnen. Maar het is gewoon, ja, ik ben gewoon jarig nu. Ik heb nu ook echt gewoon geen zin om te gaan slapen. Want ik wil gewoon meteen even dat het de volgende dag is. Nou, het is alweer 2 uur en ik heb vanochtend echt allemaal versiering gedaan in het huis. Want mijn ouders waren allebei aan het werken. En net ben ik nog even met mijn zusje taart gaan halen. En ook nog een paar van die roze soesjes erbij. Dus dat is echt heel leuk. Ik heb mijn outfit aangetrokken. Ja, dit was niet eigenlijk daarvoor bedoeld. Maar ik vond het ook wel heel leuk voor mijn verjaardag. Ik had het eigenlijk bedoeld voor de uitreiking. Maar daar ga ik hem ook gewoon aandoen. Die is maandag. Dit is een hele leuke laserjurkje van de Zara. Mijn haar wil ik nog even gaan krullen. Kijk, dit hebben we gehaald. Dit is zo'n halve taart, zeg maar. En dan allemaal van deze roze soesjes erbij. En we hebben even wat kaarsjes erop gedaan. Gaan we even uitblazen. In mijn eentje. Nou, er is nu niet mijn hele gezin. Dus nu bij alleen mijn moeder en mijn zusje. Dit is echt heel zielig. Want er gaat bijna niet aan mij. Oké. Ik heb mijn vinger net verbrand aan de krultang. Heel slim. Ik was heel bezig met filmen. En toen wou ik hem zo pakken. En toen pakte ik hem hier. Heel dom. Echt precies bij dat stukje. Maar ik hoop niet dat er nou een hele brandblaar gaat komen. Ik heb hem net heel lang onder de kraag gehouden en alles. Maar ik ga mijn haar krullen. Dus dit is mijn haar nu. Het gaat nog veel meer uitzakken dan dit. Misschien ga ik hier nog even een hemdje onder doen, want dit is nu best wel open. Ja, voor de rest, ik zou nu even alle leuke versieringen laten zien. Het is nog niet helemaal klaar, maar wat ik al heb gedaan. Ja, en dit heb ik gedaan 's ochtends bij de deur. Het idee was wel leuk, maar het is echt heel... Ik weet niet, het is echt niet mooi gewoon. Het is zeg maar van dat afzetlint. Maar ik dacht, ja, waarvoor ga ik dat gebruiken? Dus ik heb het maar op de deur gedaan. Het is nu trouwens nog een beetje rustig en ik doe niet zoveel nu. Maar vanavond dan komen vriendinnen pizza eten. Dus dan wordt het echt heel gezellig. Dat is een mooi cadeautje. Voor beide. Dat smaakt of een verjaardag? Oh, ik heb nog een kaarsje erbij. Ik ga even deur zodat ik het nog niet weet. Cool blue. Nu gaan we het officieel openmaken. En is het cadeau van papa. Komt-ie. Oh, hier zit hij in, toch?
Is die even groot als die? Oh, die film je nu niet. Oh, hij is wel zwaarder. Hij heeft een grotere lens. Wow. Hij is echt veel, hij is veel dikker als wij erin. En kijk, dan kan die weer normaal omhoog. Daar komt het officiële moment. Ik heb de batterij erin gedaan. Dit gaan we even nog doen. Nou, jongens. Oh, je... dit is het officiële eerste beeld. Op mijn, met mijn camera gefilmd. Ik zou dit even afdoen. We hebben net eventjes gefietst ergens heen. Maar we zaten allemaal bij elkaar achterop. Dus dat gaan we even niet meer doen. Ik film dus nu met mijn nieuwe camera. Ik vind het beeld is meer zo ver weg, zeg maar. Als ik gewoon normaal vasthoud, is hij al een stuk verder. Bij die andere zat ik echt altijd helemaal zo. Even, oh ja, we gaan even een fitcheck doen. Nou, oké, heel makkelijk. Het hele ding van Zara. En mijn schoenen gewoon van Nike Air Force 1. Ik heb dit jurkje. Die is van Shein. Ik voel me echt Kira nu of zo. Hoe ze met praten. Dat werkt in de vlog. En dan met mijn Jordan. Oh, je ziet het broekje er wel. Kijk nou! Ik zie je nog wel voor me dat het hele ding gewoon kapot gaat. Maar waar zijn nou al die andere? Oh, deze. Deze heb ik. Kijk, dit heb ik allemaal gesorteerd. Die doe ik allemaal weg. Ik vind deze. En iedereen gaat het nu allemaal passen. Nou, iedereen is net weggegaan. En ik ben nu even buiten en kijk even hoe licht het nog is. Als ik nu met mijn andere camera film, zou het zoveel donkerder zijn. Kijk. Kijk, met die andere zag je allemaal wazig hier. Ik hou van deze camera. Oh my god, kijk nou. Ik zou trouwens nog heel goed laten zien wat ik had gekregen. Ik heb ondertussen weer even mijn andere kleding gewoon weer aangedaan om te slapen. Van Emma heb ik deze gekregen met een leuk kaartje erbij. Zondag geven ze dan nog echte cadeautjes en zo. En van Veerle, die vandaag van hun samen was. Volgens mij alleen van Veerle heb ik dit pakket gekregen. Er zit echt best wel veel in. Zo'n mandje, heel leuk. En dan dit is kamerspray ofzo, zodat je kamer lekker gaat ruiken. Dit zijn neusstrips, weet je, allemaal van dat soort dingetjes. Maar ik zie jullie morgen weer als ik morgen iets bijzonders ga doen. Ik weet niet of ik morgen wat ga filmen, want... Oh ja, ik krijg morgen mijn vaccinatie. Helemaal vergeten. Nou, morgen rond 3 uur heb ik mijn vaccinatie. Dus dan zie ik jullie morgen weer. Nou, het is vandaag vrijdag. Het is nu 1:15. En er kwam net een pakketje door de brievenbus. En dat was van een meisje. Die had mij gisteren gedm'd voor mijn verjaardag. En ik heb daar een keer een samenwerking mee gehad. En zij vroeg of ze mij een cadeautje om mocht sturen voor mijn verjaardag. Dus dat vind ik echt super lief. En hij is er nu binnengekomen. Dus ik ga hem ook even met jullie openmaken. Het is van Sieraadjes bij Isra. Oké, dit zakje zit erin. Oké, dit haal ik eruit. Ik ga het even één voor één laten zien. Als eerste dit hele leuke armbandje. Dan nog een armbandje. En deze heeft allemaal verschillende... Ja, kraaltjes eigenlijk eraan. En dan zit hier nog in een klein zakje. Hier zit nog een heel leuk ringetje in. Ik vind het echt heel leuk. Heel erg bedankt als je dit ziet voor de leuke armbandjes en de ringetjes. Ik vind het echt super lief als je het hebt opgestuurd naar mij. Nou, hier zie je de armbandjes nog even om. Echt super leuk. Nou, wij gaan nu in de auto. En dan gaan we nu rijden naar Zevenaar. Want daar heb ik mijn vaccinatie. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, ik heb hem net gehad. Ik heb ook gewoon helemaal niet naar gekeken, maar er is helemaal niks gebeurd. Ik ben niet flauw gevallen of zo, wat sommige mensen wel hebben. En ja, ik heb helemaal ook niet gekeken. Oh, hier helemaal achter. Nou, en net moest je een kwartiertje blijven zitten en toen mochten we weer gaan. Kijk nou hoe leuk. Ik heb dit korter gemaakt met kraaltjes. Wacht, voor aan mijn camera. Ik hou deze er ook gewoon aan, want ik vind het een beetje eng als hij alleen aan dit zou moeten hangen als hij valt. Nou, opeens staat hier een taart met mijn naam erop en 16. Ik had het helemaal niet gezien, blijkbaar hebben jullie dat geregeld. Hoe kan ik dat niet hebben gezien? Ja, maar ik was net wakker. Kijk hoe leuk. Zo even wilde ik serieus. Ik heb deze hele leuke lange jurk aangedaan. En het is ook een beetje voor mijn opa en oma, want ik weet wel dat zij dat ook heel leuk gaan vinden. Ik had deze eigenlijk meer een beetje voor op vakantie gekocht. Maar ik vind hem ook wel heel leuk om voor vandaag voor mijn verjaardag aan te doen. Deze is trouwens van de Kosters, voor als jullie het wilden weten. Nou, mijn opa en oma die zijn er nu. Oh. Kijk even, we hebben de taart nu uit het plastic gedaan. Kijk hoe mooi die is. Om het een beetje zo van je af te schudden. Wat zit hier allemaal in? Er is heel veel in. Ik neem zelf een foto. Oh ja, ja. Oh, ja. Heb je die nog niet? Nou, we gaan hem aansnijden. Dan moet je echt hele smalle stukjes doen. Oh my god. Oh. Kijk hoe groot stuk dit is. Met mijn aardbeidjes erop. Oma heeft de helft van zo'n stukje ook nog eens. En dan heb je pas een normaal stukje. Ik ben de opa van Mirthe. Mirthe heeft een hele mooie Anna om. Hang er nog wel. Ik heb van mijn opa en oma... Dit was eigenlijk voor mijn slagen. Die vlinder komt de hele tijd bij ons. Wacht, waar is hij? Hij gaat op je hoofd! Kijk, nee, maar weet je wat dat is? Dat is geen pootje, dat is een... Ja, wat dan? Wat is het dan? Slurf.
Oh, nee, de voelsplitten. Nou, we zitten nu even lekker half in de zon, half in de schaduw. Ja, ja, ja. Open oma blijven ook eten, maar dat gaan we. En we hebben lekker brie en wijn erbij. Hou je rustig. Hoe heb ik dit nou weer voor elkaar gekregen? Nou, die vlinder zit nu op mijn hand. Kijk, ik weet niet of hij ze. Kijk, nu doet hij zijn vleugels open. Ik heb trouwens dit heel anders aangedaan, hè. Ik had toch die lange jurk aan. Kijk, ik heb nu weer dit aangedaan. Met zijn broekje, want het was echt heet. Nou, op mijn oma gaan nu weer les naar huis. Even, oh, het is mooie zon. Kijk. Doei voor de vlog. Lekker vloggie. Lekkere vloggie. Doei. Nou, we hebben net eventjes gezwommen en nu zitten we eventjes hier. Ding, ligt hier nog. Kira, schijn eens. Nou, kijk, dit is op dit moment de tent. De status van de tent. Dit is één tent. We dachten eerst dat het niet ging passen, maar hier liggen vier mensen. En daar liggen vier mensen, dus het past gewoon allemaal. Kijk, ik en Emma liggen op dit luchtbed. Het is een tweepersoons luchtbed gewoon. En dan liggen wij hier. Ja, met onze hoofd zeg maar naar hun toe, kijk. Dus dit is echt heel gezellig hier. We zijn alweer een paar uurtjes wakker. Het is half... 12. Vanavond hebben we dus een diploma-uitreiking om 7 uur en we hebben bijna niet geslapen. Dat wordt leuk. Kijk, we zijn nu de tent aan het opruimen. We hebben echt lekker geslapen. Oh, het luchtbed is aan het leeglopen. Oké, okay, wij gaan lente lanceren. Instagram is de lente, weet ik. Nee, 3, 2, 1. Oh, dat ging nog best goed. Hey. Fitcheck. Looks van Adidas. Shirts van Shein. Doei. Tot vanavond! Oh, doe je die diploma ook uitreiking ook filmen? Mijn broek is van de Primark en mijn topje is van de Bershka. Mijn broek is van de Zaar, shirtje van de Zaar en sokken ben ik secure voor. Mijn shirt lekker shaky wip. Mijn shirtje is van de Kan je ook inzoomen? Mijn broek is van de H&M. Kijk jou daar follow! Hey besties, wij liggen... Oh! Wij liggen op dit moment op de trampoline. Yay. Het is echt heel fel en ik zie helemaal niks. Nou, iedereen is inmiddels weggegaan. Het is nu ongeveer 12 uur. Ik ga zo meteen douchen en me helemaal klaarmaken. Ik hoop niet dat ik nog moe word. Op zich ben ik nu niet heel moe, maar ik heb echt maar 3 uurtjes geslapen, denk ik. Echt van 6 uur 's ochtends tot 10 of zo. Oh, dat zijn geen 3 uurtjes, dat zijn 4 uurtjes. We zaten om 3 uur zaten we nog marshmallows te roosteren. En echt om 3:30 of zo gingen we echt pas de tent in om te gaan liggen. En toen zijn we eigenlijk gaan slapen. Ja, ik ga zo meteen douchen. Ga ik helemaal klaarmaken. Want vanavond heb ik de diploma-uitreiking. Daar heb ik echt heel veel zin in. En dan doe ik weer dat gele blazerjurkje aan. Die ik ook op mijn verjaardag aan had. Hierachter zie je al een paar cadeautjes. En hier zo liggen allemaal dingen. Ik ga daar een aparte video van maken. Zeg maar een birthday haul. Volgens mij heet dat zo. En dan ga ik allemaal cadeautjes laten zien. Dus daar komt een aparte video van. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik heb dit jurkje weer aan. En we gaan nu onderweg naar de diploma-uitreiking. Er mogen maar 2 mensen mee. Dat is eigenlijk weer corona. Dus alleen mijn ouders gaan gewoon mee. Maar ik heb er echt heel veel zin in. En ja, ik zou nog kijken of ik wat beelden voor jullie kan maken daar. En het is wel leuk, want ik ga iedereen straks weer zien die je net ook allemaal hebt gezien. Deze dames konden van alle momenten in de klas wel de humor inzien. Ook als de docent verwoede pogingen deed om iets lastigs uit te leggen. Het was overigens bijna niet te doen om erg boos op ze te worden. En dan hebben we de laatste van het zestal. Myrthe, jij leert verschillende e-commerce projecten aansturen. En jij bent dus wel van de economie. Volgens meneer Nuijen vraagt Nicky Plessen voor 1 gesponsorde Instagram post 30.000 euro. Dus als daar ongeveer je lat ligt, dan ga je er zeker wel komen. Ik wens jou heel veel succes. Kom een keertje terug om daarover te vertellen. Gefeliciteerd. De handtekening zetten. Helemaal goed. Volgens mij is iedereen er klaar voor. 5, 4, 3, 2, 1. Tekenen maar. Nou, ik ben weer terug van mijn diploma-uitreiking. Ik heb allemaal medailles en allemaal dingetjes om, zoals je kan zien. Ja, het thema was Olympische Spelen, maar wij hebben er niet echt een outfit mee gedaan of zo. Maar het was echt heel leuk. Jullie hebben net een filmpje gezien. Ik wist gewoon dat ze iets over Instagram of influencer dingetjes gingen zeggen. Ik dacht dan, waarschijnlijk gaan ze misschien gaan ze iets over YouTube of zo zeggen. Maar ze hebben dus dat gezegd over Nicky Plessen, zo'n Instagram-post. Kijk, bij het begin moesten we allemaal naar de fietsenstalling. En toen moesten we uiteindelijk zo komen lopen. Ik had er muziek op, vond alsof ik ging afzwemmen vroeger, weet je wel, met zwemles. En toen kwam er allemaal muziek op en toen liepen we met de hele klas in zo'n rijtje zo. Ik kwam langs alle ouders over zo'n ja, oranje loper, was het dan deze keer geen rode. Kwamen ze allemaal aanlopen en daarna moesten we op zo'n podiumje gaan zitten wat je dus net zag.
En toen werd je in groepjes zeg maar naar voren geroepen. En wij werden allemaal met z'n zessen geroepen. Dus dat was ook wel heel leuk. En toen moesten we allemaal gaan staan. En toen gingen ze dus over iedereen wat zeggen. En ik heb dus officieel mijn diploma nu echt ondertekend zeg maar. Ik heb helemaal geen handtekening, dus ik deed meer wat. Maar ik heb hem ondertekend, dus het is nu officieel. Ik heb een erg mooie medaille van de Olympische Spelen. Ze hebben de Olympics of zo, maar dat is onze school heet Lycée Maas. En dan doen ze dan LE als afkorting. Ik ga hierbij deze vlog afsluiten. Want mijn hele verjaardag is al geweest. Maar ik vond dit er ook nog een beetje bij horen. Het is ook nog een beetje feest. Ik heb trouwens nog een cadeautje hiervoor gekregen van mijn ouders. Ik ga donderdag, de dag voordat we op vakantie gaan. Deze donderdag is dat al. Ga ik mijn nagels laten doen met gel lak. Gewoon bij zo'n nagelsalon. Dus misschien dat ik dat ook nog voor jullie ga filmen. Ik ga sowieso de vakantie voor jullie filmen. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Doe allemaal eventjes een duimpje omhoog. Laten we proberen om de 500 duimpjes omhoog te halen op deze vlog. En abonneer ook even allemaal op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!